Ze kon niet zeggen dat ze iets met McCartney had en nog minder met de Beatles. De Beatles waren een geluid uit haar kindertijd. Vooral te horen als haar ouders bezoek hadden, na het dessert, wanneer de likeurflessen op tafel verschenen en haar vader zijn gitaar greep om mee te tokkelen op Let It Be of The Long and Winding Road, tot al dan niet gespeelde bewondering van de gasten, tot ongeveinsde wanhoop van haar moeder. Puberen had voor haar, naast de obligate problematisering van het ouderschap, een term uit haar eigen syllabus, ook het groeiende besef betekent dat haar vader, in tegenstelling tot wat ze altijd had geloofd en aan vriendinnetjes verkondigd, absoluut geen stem had en op de gitaar niet meer voorstelde dan een akela bij een kampvuur. Waarom ze dan het YouTube-filmpje aanklikte, viel niet echt te verklaren. Het was een gure dag, te nat voor een wandeling, te loom voor zelfs een boek, te vroeg voor de dagelijkse Skype-sessie met Jonathan, die in San Francisco een gastcursus psychometrische analyse gaf. De wind floot tegen de ruiten. Een perfecte middag om haar studio, waar het patina van 2 weken lichte verwaarlozing overheen hing, een beurt te geven, of om papers te corrigeren. Ze had besloten tot het laatste. Maar toen de eerste op haar computerscherm stond en ze de openingsparagraaf probeerde te verteren, ergens is bevaging in hoofden van de depressieve patiënt enkel maar een schijnmotief naar wetenschappelijkheid toe, klapte haar maag dicht. Ze zuchtte, sloot de ogen. Jonathan wrong zich in haar gedachten en nog maar eens was ze zich ervan bewust geworden hoezeer ze hem miste. Nu al. Zijn verstand, zijn rust, zijn lach, zijn babbel, zijn pandabeergezicht.